how could have been if I had known. Hey, hallo, ik ben Jorrit van Beurten. We zijn hier op de testavond in Zoetermeer, Snowworld Zoetermeer. Het is gewoon een ideale mogelijkheid om de boards die we voor dit seizoen hebben, 2014-2015, om die een keer in het echt even te testen. De Deja Vu, dat is onze Flying V rocker. Een hele allrounder rocker variant, waarbij het board buigt eigenlijk vanaf het midden. Je ziet hier het midden van het board. Naar de nose en de tail toe hebben we een hele grote knik erin, dus loopt hij iets omhoog. Maar vervolgens, wat we doen bij waar je staat bij de bindingen, daar komt opnieuw wat camber eigenlijk terug onder je voet. Zij is absoluut net even wat stijver, heeft gewoon net even wat meer power. Dat merk je gewoon met stabiliteit op grotere snelheden. Dus de Deja Vu voor de dames, gewoon een super allround lekker boordje. Tell me how could have been if I had known. Ook nog een totaal nieuw board in de lijn voor dit seizoen. Super toffe, de Flight Attendant. En deze is uit in onze speciale, een beetje freeride georiënteerde lijn, de Family Tree. Daar komen altijd een soort van poeder georiënteerde boards in uit. Dit is off-piste, natural freestyle. Wat je ook tegenkomt in de off-piste of de backcountry, gewoon pakken. Het profiel is zo, dat is onze S-rocker. Wat inhoudt dat er heel veel camber zit, eigenlijk van de tail tot en met onder je voorste voet. En vervolgens gaat die nose helemaal omhoog. Er zit heel veel rocker in. Het is vrij directioneel, maar hij switcht absoluut heel goed te rijden. Dus als jij een cliff drop doet, je land 180 wil doorrijden, dat kan hij echt wel aan. Dus Flight Attendant, super freeride gericht, maar zeker met een heel hoog fungehalte voor off-piste. Luc Wittker, 21 jaar oud. Van Beurten rijd ik de Beurten Pro 6. Dat is een camberbordje, je hebt hem ook in de Flying V. Een hele sterke harde base, dat is eigenlijk heel goed voor zowel indoor als outdoor, eigenlijk voor alle condities. Je kan er een hele grote schans mee pakken, je kan er rails mee doen. Eigenlijk een vrij veelzijdig bordje, daarom is het eigenlijk mijn keuze in de Beurten line.